Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft de afgelopen tijd klachten binnengekregen omtrent een verzakking aan de henk aronstraat ter hoogte van de Prinsessestraat. Die verzakking is gisteren aangepakt, waardoor het verkeer geen last meer ondervindt. Volgens het hoofd van de voorlichtingsdienst van OWTNC, Raoul Svedo, speelt het ministerie zo gauw mogelijk in op dergelijke krachten om erger te voorkomen. Auto's moesten namelijk scherpe. Moesten namelijk scherp uitwijken voor die afzakking met het mogelijk gevaar voor een aanrijding. Reden dus voor het ministerie om een ploeg erop af te sturen om het probleem op te lossen, zegt Svedo. Er was ook een, was ook een, een rapportage van een uh, enorme verzakking vanuit uh, de Stoelmansraad richting de Gravenstraat. Precies in die bocht was er een enorme verzakking. Het ministerie is gisteren gelijk overgegaan tot uh, werkzaamheden. Het is uitgediept. Er moesten daar ook weer wat uh, duikers vervangen worden, wat met IN gedaan is. We hebben daar met de werkzaamheden dat verricht moesten worden, hebben we gedaan. Raoul Svedo, hoofd van de afdeling voorlichting van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Hij sprak over de verzakking die was ontstaan in de Henk-Aronsstraat. Dit euvel is gisteren aangepakt nadat het ministerie meerdere malen klachten hieromtrend binnen heeft gekregen.